Zeg hoor dat ik het niet mooi vind. Huh? Zeg hoor dat ik het niet mooi vind. Ik breng me wel op het idee dat ik nog een keer een poster uit de lade moet opdiepen. Een prachtige aquarel, zwaar uitvergroot van Arsenius. Aan het Noordeinde in Den Haag. Ter hoogte van het paleis met dat beeld van is dat niet Willem van Oranje, dat ruitenbeeld. Ja. Nou, dat is zo ontzettend mooi. Aquarel, ook waterpartijen. Ja. Willem te Paard. Een 02. Hij heeft een mooi schilderkistje. Juist. Zolang de verf niet opgedroogd is, kan je het nog op alle mogelijke manieren manipuleren. Ja, goed papier, Peter. Ja, je kan ook zeggen van, als je er maar een sloot water op legt, dan duurt het even voordat het opdroogt. Ja, dan gaan we er maar om, hè. Hoort het, hè? Ja, zeker. Kijk, dan kan je dit. Ongelooflijk papier. Ben jij vertegenwoordiger van dit merk? Nee, ik moet betalen. Heb je aandelen? Ik moet betalen. Nee, is je wel een eerste beetje. Nee, maar de eerste les, toen het zich nog elders afspeelde, dacht ik, nou, die Jan die kan er wel wat van. Nou. Dus, Ja, nou niet meer natuurlijk. Nee, oké. Ik hou van mijn mening veranderd. Ja, de basis die je neerzet is ook mooi. Ja. Ik leer het je wel af. Nou, misschien wel om mezelf kennen, maar ik zit het wel nog niet aan doen. Ja, ik denk dat het een goede kwaliteit is sowieso, hè. Ja, en ik ben allemaal over mijn eigen heel weinig te spreken. Dat ging je om te vertellen. Nou, het is ook wel een goede motor om beter te worden. Ik ben ook... Het duurt heel lang voordat ik tevreden ben. Mooi, hè? Het duurt een paar jaar en dan kijk ik er nog eens naar en denk, wat heb ik toch eigenlijk moeilijk gedaan? Ja, ja. Ja, ik ben je man. Ja, van wie is dat? Van Wim Sonneveld? Dat doe je niet goed, dat moet je een ander laten doen. Ja. Willen we ook nog weer spiegeling? Ja, en dat extra. Zou ik dat laten, dat nou dat echte regen erin kwam. Even kijken, echte regen. Dus de kleine die is er wel geweest, geweest, maar die is helemaal opgebleed. Krijg je wat licht en donker erin. Wat een kwast heeft. En mooi kiksje dat hier. Een schilder. dit gaat nu de wereld over, hè? Dit soort uitspraken. Zo'n beetje, Jan? Ja, nou is de aarde donker, dat is de rest. Oké. Okay. Ja. Ik zag de grote grap in de schilderij zitten hier. Ja, wat natuurlijk ook wel altijd leuk is aan zo'n raampje te spelen. En het is toch een schilderij van een ander, dus het mag mislukken. Nee, het maakt niet mislukken. Ik wil er eigenlijk mee zeggen dat normaal ben ik niet zo vrij, maar huh? Normaal ben ik niet zo vrij. En, huh? Nou, niet mislukken. Dichterlijke vrijheid, zullen we maar zeggen. Ja. En dan niet eens met Kolinsky kwasten. Wie je weet, als je het met water gedragen of verf... Wat ja, wacht eens even, we zijn geen huisschilders. Dan moet je geen dierlijke raassoorten gebruiken. Ja, wel meneer. Nee, juist niet. Ja, wel meneer. Meneer Siegel draait zich in zijn graf om. Dan gaan we naar Luiten toe. Ja, precies, Luiten, huisschilders. We zullen ze iets wel vertellen.
En dat mag blijven daar zitten. Wat wijs je aan? Die druppels. Ja. Ik zie helemaal geen druppels, omdat ik er recht voor sta. Hier zitten druppels. Die druppels. En dit zijn druppels of niet? Ja, nee, laten we gewoon opdrogen. Wel, er zijn natuurlijk kunstwerken waar dat juist gebruikt wordt. Dat is moeilijk. Maar dat willen wij hier niet. Nee, oké. Okay. Dat doen wij niet. Nog een beetje dekverf? Een toefje rood. Hier een kraagje. Hup. En dan moet je eigenlijk kunnen lezen welke sigaren er hier aangeboden worden. Ik vind het eigenlijk een... Ik vind dat een reclame zo mooi als je op de gevel staan. Hè? Ja. Dat geeft een zekere... Ja. Dat komt Daan Mulhouse heel goed. Want, die is vaak aan in het schilderij. Die heeft ook nog bioscoopreclames geschilderd. En etalages gedaan voor Overwijn. Dus die kon letters zetten. Ja, dat kan jij ook, Jan. Ja, ik heb een diploma. Kunnen we ook nog iets aardigs over Gerard zeggen? Ja, het geluid wordt ook opgenomen, begrijp ik. Nou, vind ik Gerard een geweldige groep ingezetten. Ik schuurde er nog een klein beetje op. Tekening was aardig goed. Je moet zien welke opleiding die geldt. Leven de opaque verven. Opaak. Jan heeft het stiekem ook gewoon met dekwit vermengd. Ik heb nog een reservetubietje in mijn tas zitten. Nou, dat zag ik gisteren nog toen het over de Joodse bruid ging. Ja. Wat ze allemaal ontdekt hebben, wat er allemaal in die verf zit. Ja. En dat moet ik dan denken aan Weissenbroeg, zijn aquarellen. Die deed er pijpenas in, die deed er van alles in. Krijt. Als het maar het effect ten goede kwam. Dus die trok zich van regeltjes helemaal niets aan. Kunnen alleen maar hinderen. Wat vinden we ervan? Moeten we er vanaf blijven? Ik zou er een foto van nemen. Pas wat doet je er even mee? Ik hou hem ervoor. Ik vind het erg mooi. Achter jou loopt. Ja, nou zie je niet meer wat dat is hier achterin. Hè? Ja, deze is eigenlijk zo ongeveer die paar. Ja, dat bedoelde ik nou eigenlijk. Ja, dat is goed. Dat bedoelde ik. De meeste gaat hier ook weg hier. Kijk. Zo. Mooi. Kijk eens hoe mooi, jongens. Nou Peter, dan stop ik hoor. Ik denk dat deze zo'n 1200 euro op gaat brengen.